Vandaag ga ik dit plafond schilderen. Ik zie er een beetje tegenop, want het is niet zo'n creatieve klus. Maar ja, het moet gebeuren. En als je dat dan gaat doen, dan kan je het maar beter goed doen. Een van de problemen die je vaak voor hebt als je een plafond schildert, is dat je de banen gaat zien. Een verschil in structuur of een verflaag die iets dikker is of drogingsverschillen bij overlappingen. En dat kan je allemaal goed zien. Dat is logisch ook, want op het plafond schijnt meestal strijklicht. En strijklicht, dat is licht dat van de zijkant komt. En dat kan de structuren heel goed zichtbaar maken. Het strijklicht dat op het plafond schijnt, komt van het raam. En daar moeten we dus rekening mee houden. Het beste wat je kan doen, is dus beginnen schilderen aan de kant van het licht. Hier dus, in deze hoek. En als het even kan, ook nog eens in de richting van het licht te vertrekken. Dus zo. Voor we gaan schilderen, moeten we uiteraard de ondergrond klaarmaken. Goh, wat kan dat zoal zijn van voorbereidingen? Wel, bijvoorbeeld, je moet putjes en oneffenheden opvullen met een vulmiddel. Je moet eventueel ontvetten, zeker in een keuken, maar eigenlijk in alle leefruimtes waar al een geschilderd plafond is, is het nodig om eerst met water en ontvetter het plafond te reinigen. Je moet eventueel een hechtingsprimer aanbrengen. Soms heb je een stoffige ondergrond en die moet je dan fixeren met de primer. Je moet eventueel vlekken isoleren. Roetvlekken, gedroogde schimmelvlekken of nicotinevlekken. Die gaan door je schilderwerk heen komen. Daarvoor kies je een isolerende primer. En in ons geval hier, we hebben een nieuw plafond. Dus wij moeten enkel een primer aanbrengen om het verschil in zuigkracht te egaliseren. Het verschil in zuigkracht tussen het karton van de platen en hier het vulmiddel. Bon, afplakken is ook belangrijk natuurlijk. In de eerste plaats om geen vlekken te maken op de muur, maar er is nog een reden. Je wil natuurlijk een heel mooie overgang tussen plafond en muur. Ik zal het u uitleggen. De overgang tussen plafond en muur is niet altijd perfect, niet altijd recht. Dus wat je best doet, is de kleur van het plafond een halve centimeter op de muur laten overlopen. Dus je plakt je muur af en je laat een halve centimeter extra vrij. En als je dan gaat schilderen met de kleur van het plafond, dan zal je een mooie rechte lijn hebben en het gevoel hebben dat je plafond kaarsrecht is. We zijn bijna klaar om te verven of toch alleszins onze primer aan te brengen. Ik ga eerst mijn materiaal bij elkaar leggen. Kijk, dit is een hoekroller. Hiermee kan je de hoek heel mooi verven. Als je dit niet hebt, dan kan je uiteraard de klassieke puntborstel gebruiken. Nu, met zo'n hoekroller of een puntborstel heb je soms de neiging om te veel verf aan te brengen. Ik zou dan durven met deze kleine rol de dikte van de verf wat aan te passen, wat gelijk te trekken. En de grote rol die hebben we ook nodig. Ik heb hem voor het plafond op een lange staaf gezet, omdat dat veel makkelijker is om aan te brengen. En dat spaart een beetje je rug. Wat hebben we nog nodig? Hier, een verfemmer met een rooster of de combinatie. En een schoon kostuumetje om niet vuil te worden. Het lijkt zeer voorbeeldig om al je materiaal al klaar te zetten, maar dat is niet zo nutteloos. Want eigenlijk moet je je plafond echt best in één keer kunnen schilderen. Dit is niet zo'n groot oppervlak, maar vooraleer de verf droogt, moet je klaar zijn. Als je een groot plafond hebt, doe dat dan met z'n tweeën. Dan gaat het sneller vooruit en is het gezellig. Kijk, wat is nu de bedoeling? Ik ga mijn plafond indelen in vierkante meters, want we gaan vierkante meter per vierkante meter schilderen. En ik ga dat ook aanduiden met tape. Dus hier op een meter, voilà, deze kant. En ik ga dat daar ook doen. Dan heb ik een referentie. Je bent natuurlijk niet verplicht om dat af te plakken met tape, maar mij geeft het alleszins wat zekerheid. Thank you.
We gaan dan eerst de randen schilderen. En dan de vlakken invullen. Vlakken invullen doe je in 3 stappen. Breng eerst de verf aan. Zet daarvoor 2 of 3 dikke strepen in het denkbeeldige vierkant. Verdeel dan de verf. Dat doe je door de W en de M bewegingen te maken, haaks op de dikke strepen. En tenslotte rol je de verf af, opnieuw haaks. En zoals gezegd, moeten deze lijnen in de richting van het raam gaan. Daarna ga je verder met het aansluitende vierkant. Zorg dat het vierkant wat overlapt, ongeveer de breedte van een rol. Als je eerste rij vierkanten gedaan is, dan begin je aan je tweede rij. Terug aan het raam. Ook nu zorg je voor een rolbreedte overlapping. En je werkt vierkant per vierkant voort. Okay. De overgang tussen muur en plafond, daar kan dikwijls nog een naad zitten en die moeten we dichtkitten. Dat gaan we doen met acrylaatkit. Je doet dat best na de primer en vooraleer je definitief de kleur aanbrengt. We hebben eerst de kit aangebracht en nu gaan we het glad strijken. Je kan dat met je vinger doen, maar dat is niet goed voor je huid. Ik heb zo'n lepeltje waarmee ik het ga glad strijken. Je brengt het best eerst eventjes in een glas water met wat zeepsop. Dan kan je het overtollige materiaal er makkelijk afhalen. Met de bolle kant druk je, net als met je vinger, de kit tegen de naad aan. Met de holle kant kan je het overtollige materiaal weghalen. En nu over de kleurkeuze van het plafond. Spoiler alert, ik ga wit kiezen. Ik weet het. Wit is de meest gebruikte kleur bij plafonds, maar ik ga jullie toch proberen uit te leggen waarom ik die keuze maak. Met de kleur van je plafond en je muren kan je eigenlijk het optisch effect van de ruimte sterk beïnvloeden. Stel, je hebt 4 bleke muren en je hebt een donker plafond. Wat krijg je dan als effect? Hup, je plafond lijkt veel lager te zitten en je ruimte lijkt zelfs een beetje breder te zijn. Als je nu een huis hebt met een heel hoog plafond, dan kan het handig zijn om je plafond iets donkerder te maken en om de ruimte een beetje meer cozy, gezellig te maken. Andersom, als je ruimte donkere muren heeft en je maakt je plafond wit, dan krijg je een kokereffect. En dat is misschien ook nogal fel. Dus in dat geval is het een goed idee om je plafond iets donkerder te maken. Wij werken dus met wit. En wit of een licht plafond gaat heel veel licht reflecteren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld zwart, dat veel licht gaat absorberen. De lichtreflectie komt hoofdzakelijk van het plafond, met een wit plafond, en daardoor krijg je een heel natuurlijk effect. Het licht komt van boven, net zoals buiten in de natuur, daar komt het licht ook van boven.
Maar wat die lichtreflectie betreft moet je natuurlijk opletten. Als je je plafond knalrood gaat maken, dan krijg je natuurlijk een rode reflectie op je gezicht. En dat is niet zo natuurlijk. Dus pas op met rode, blauwe, groene of gele plafonds, want je gaat er heel onnatuurlijk uitzien. Met de keuze van de plafondverf kan je ook ervoor zorgen dat je zo weinig mogelijk de verfbanen ziet. Je moet een matte verf kiezen. Hoe matter de verf, hoe minder reflectie, hoe minder je oneffenheden gaat kunnen zien. En een zeer matte verf is dan misschien iets moeilijker te reinigen, maar voor een plafond is dat niet echt een probleem. Ik zie niet meteen de kinderen met hun vingers tegen het plafond zitten. Dus matte, super matte verf moet je gebruiken. Plafondverf is ook het type verf dat iets minder snel gaat drogen dan bijvoorbeeld muurverf. En dat zorgt ervoor dat de verf meer tijd heeft om uit te vloeien en dat je dus nog minder makkelijk de banen gaat zien. Voor het schilderen gaan we ons plafond opnieuw verdelen in vakken. Nu, het is verstandig om niet identiek dezelfde vakken te nemen als daarnet voor de primer. Dus wat gaan we doen? We gaan het herverdelen op een andere manier om nu net te vermijden dat we de aanzet van de verfrol en zo op dezelfde plaats zouden hebben en dus extra oneffenheden zouden creëren. Ik ga dat terug met een kleurtapeje aanduiden. Hier dan bijvoorbeeld, hè. In de helft. Zodanig dat we die stukken overlappen. Maar dan ga ik misschien wel tot hier verven voor het eerste stuk. Nu, ik doe dat met tape. Je hoeft dat niet met tape te doen. Je kan dat ook denkbeeldig in je hoofd in vakken opdelen. Maar ik vind dit makkelijk. Eén primer en één verflaag, dat zou moeten volstaan voor een perfect resultaat. Mocht je nu toch werken tijdens het aanbrengen van je verflaag, dat het niet helemaal perfect gaat worden, probeer dan niet herstellend te reageren door een extra dikke verflaag aan te brengen of tijdens het drogen nog wat te corrigeren, want die verffouten, die schilderfouten, die ga je echt zien. Laat het zo en breng dan gewoon nog een tweede verflaag aan. Een tweede verflaag aanbrengen is eigenlijk niet zoveel werk meer. Als je tevreden bent met het resultaat, dan mag je de tape wegnemen en dat doe je best nog wanneer de verflaag niet helemaal droog is. Ja, ik had eerlijk gezegd een beetje schrik van plafond te schilderen, maar ik ben super blij met het resultaat. Als je wil weten wat we verder nog met deze ruimte gaan doen, dan moet je je abonneren op ons online magazine. Tot binnenkort. Ik heb een foutje gemaakt, maar ja, het overkomt de beste, hè. Nu, het voordeel van verven is, ik kan er altijd nog bovenop om te retoucheren.